Ik kan perfect tegen iemand zeggen van, goh, wat je nu zegt, ik vind dat eigenlijk racistisch, maar ik wil die persoon daarom niet brandmerken als racist. Racismewijsheid ontwikkelen is best wel een uitdaging. Ik denk dat vandaag veel leerkrachten ook wat terugdeinzen om racisme bespreekbaar te maken, omdat ze zichzelf niet zo comfortabel voelen bij dat onderwerp. Dat is ook iets, denk ik, waar de leerkrachten wel meer tools nodig gaan hebben van hoe herken je dat, hoe bespreek je dat, hoe benoem je dat. Naima Sharkawi, jij bent specialist in kinderrechten en in diversiteit. Jij hebt een boek geschreven over racisme. Nu, racisme is nogal een beladen term. Misschien moeten we eens beginnen met uit te leggen wat jij verstaat of wat jij in je boek bedoelt met racisme, want jij geeft er wel een brede invulling aan. Hè? Ja, inderdaad. Ik kies in het boek voor een heel brede invulling van racisme. En dat is eigenlijk vertrekkend vanuit de ervaring van de mensen die ermee te maken hebben. En ik vergelijk het met een ijsberg. En het topje van de ijsberg zijn zo de meest herkenbare vormen van racisme, waarvan de meeste mensen ook zoiets hebben van, oh ja, dat is echt racisme en dat kan ook echt niet. Dat is bijvoorbeeld discriminatie, geen woning krijgen omwille van uw afkomst. Racistisch geweld, bijvoorbeeld. Haatspraak ook, valt daar ook onder? Haatspraak is inderdaad ook. Dus dat zijn de drie vormen die in principe strafbaar zijn ook. Dat is het topje van de ijsberg. Maar als je dan eigenlijk onder de waterlijn gaat kijken, zijn daar ook veel andere uitingsvormen van racisme die vaak ook minder grijpbaar zijn, subtieler zijn. Wat men soms ook micro-kwetsingen noemt. Maar die toch wel samen een geheel vormen en die eigenlijk dat topje ook dragen. En wat ik vooral wil duidelijk maken, is dat ook al die kleine, minder grijpbare vormen ook wel, en misschien zelfs een grotere impact hebben op de mensen die ermee te maken hebben, met hoe dat ze zichzelf bekijken, hoe dat ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen, dan alleen maar dat topje. Ja. Het zijn vaak dan meer ongrijpbare vormen of soms zelfs onbedoelde vormen van racisme, denk ik. Hè? Ja, vaak onbedoeld, soms zelfs goed bedoeld, hè, zoals in een compliment. Hè. Als iemand tegen mij zei, ik was pas afgestudeerd aan de universiteit, oei, jij spreekt wel goed Nederlands. Dan is dat zeker goed bedoeld. Dat is bedoeld als een compliment, een aanmoediging. Maar eigenlijk komt dat wel hard aan. Dat iemand die weet dat je pas afgestudeerd bent aan een Nederlandstalige universiteit, er eigenlijk toch van uitgaat dat jouw Nederlands gebrekkig zou zijn. En dat confronteert u eigenlijk met het feit dat mensen ervan uitgaan dat je op basis van uw naam of uw huidskleur in sommige gevallen a priori geen Nederlands kunt. En dat heeft een impact op uw dagelijks leven. Mm-hmm. Dus ja, iemand kan dat dan wel zeggen tegen jou, maar dat is daarom dus geen racist, als ik het goed begrijp. Inderdaad, ja. Ik probeer heel duidelijk het onderscheid te maken tussen het gedrag, de handeling of de uitspraak en de intentie van de persoon. Ik kan perfect tegen iemand zeggen van, goh, wat je nu zegt, ik vind dat eigenlijk racistisch, maar ik wil die persoon daarom niet brandmerken als racist. Wat natuurlijk niet betekent, en dat is een tweede belangrijk element, dat je niet vrij bent van verantwoordelijkheid. Als je iets gedaan hebt dat iemand kan kwetsen, dat racistisch is, ben je wel verantwoordelijk om er eens over na te denken, om dat liefst ook niet meer te doen. Dus eigenlijk is het bijna iets wat iedereen wel eens doet. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Iedereen wel eens een racistische uitspraak doet? Ik denk dat we dat allemaal doen. Ook personen met zelf een migratieachtergrond. Omdat we nu eenmaal opgegroeid zijn in een samenleving waar dat heel veel racistische denkbeelden en beelden ook circuleren. We krijgen het als het ware met de paplepel binnen. Als we jong zijn, zijn we ook niet zo kritisch vaak tegenover die boodschappen. Dus ja, we doen het allemaal wel eens. Maar we blijven ook wel verantwoordelijk om daar te blijven tegenin gaan. Ja. Je zegt inderdaad van jongs af aan, dat was wel iets wat me frappeerde in het boek. Je zegt van, ja, het is een grote misvatting dat jonge kinderen, dat die kleurenblind zijn. Je zegt, dat is een mythe. Dat is inderdaad een mythe. Dat is niet alleen uit mijn eigen indrukken, maar ik heb dat ook uit onderzoek gevonden. Er is bijvoorbeeld een heel bekend poppenexperiment, waar toch al jonge kinderen, kleuters of lager onderwijs, eigenlijk feilloos bijna de stereotypen uit de samenleving over donkere en witte huidskleur gaan reproduceren. Ze mogen bijvoorbeeld kiezen tussen een witte en een donkere pop. Welke pop is de mooie? Welke pop is de brave? Dan nemen ze eigenlijk veel vaker die witte pop. Welke pop krijgt meer straf? Dan nemen ze vaker de donkere pop. En het verontrustende is, ja, sowieso als je racisme uit de wereld wil helpen, als jonge kinderen dat al gaan reproduceren, is dat niet geruststellend. Maar ook kinderen die zelf donker zijn, gaan die stereotypen reproduceren. Dus dat zegt heel veel over hoe dat zij ook naar zichzelf kijken. En dus ook meer ook over hun zelfbeeld gaan denken van, ja, ik heb meer kans om straf te krijgen. Ik heb meer kans om slechtere punten te hebben. En dat is geen goede zaak, natuurlijk, voor de ontwikkeling. Ja.
Ja. Dat zeg je ook, omdat je nu spreekt over meer kans om slechte punten te halen en zo. Is dat ook iets waar leerkrachten soms onbewust zo over denken? Dat ze denken van kinderen met een migratieachtergrond, daar verwachten ze misschien minder prestaties van, dat dat dan ook effectief zo gebeurt? Dat is ook iets dat blijkt inderdaad uit onderzoek, dat veel leerkrachten onbewust, hè, vaak, want de meesten hebben echt bewust de beste bedoelingen om elk kind een gelijke kans te geven, maar toch zitten er vaak onbewust lagere verwachtingen naar kinderen met een migratieachtergrond. En dat stuurt ook het gedrag. Hè, en kinderen gaan zich een stuk conformeren aan die verwachtingen. En helaas krijgen dan inderdaad de self-fulfilling prophecy. Dus ook daar is het een kwestie niet om leerkrachten met de vinger te wijzen, maar om wel een appel te doen aan leerkrachten. Wees u daarvan bewust, probeer daar kritisch in te zijn, probeer daar actief tegenin te gaan, zodanig dat je ook echt gedrag stelt dat in overeenstemming is met uw intentie om iedereen gelijk te behandelen. Mm-hmm. Ja, want er stond ook nog een mooie quote van een meisje met een migratieachtergrond. Sarah was het, denk ik. Ja. Die zegt, ik wil eigenlijk later ook heel graag juf worden, maar daarvoor moet ik eerst wit worden. Ja. Dat is een heel treffende uitspraak, denk ik, heel confronterend. En eigenlijk mag je dan al blij zijn als ouder dat een kind dat zegt, omdat je dan ook tegen dat kind kan zeggen, maar dat hoeft helemaal niet, je kan dat uitleggen. En het toont ook aan dat racisme in die brede betekenis ook gewoon in het feit zit, bijvoorbeeld, dat het kind kent alleen witte leerkrachten. Dus dat is geen bewust racisme, dat is gewoon, je systeem ziet er zo uit. En door het feit dat dat kind alleen witte leerkrachten ziet, leidt het af, mensen met een donkere huidskleur kunnen geen leerkracht worden. En ook weer dat zit in die ijsberg en dat zijn ideeën waar je actief moet tegenin gaan om dat kind andere boodschappen te geven. Mm-hmm. Het heeft dan ook te maken met een soort van identiteitsbesef dan bij kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn, ook op school uiteraard. Identiteit is er inderdaad een heel belangrijk aspect, ook een belangrijke strategie om de veerkracht van kinderen te versterken, is weten dat ze gewoon inderdaad zichzelf kunnen zijn en dat de verschillende elementen die met een afkomst of levensbeschouwing te maken hebben, hun taal ook, dat dat oké is, dat dat een plek mag hebben op school. Hè, omdat vaak kinderen als ze merken van, oei, ik ben anders, hè, en dat kan op veel vlakken, ik heb een andere huidskleur, mijn mama draagt andere kleren, wij eten anders thuis. Hè. Kinderen willen vaak niet anders zijn, ze willen zijn zoals iedereen, ze willen zogezegd normaal zijn. Hè. En het is belangrijk om hen die boodschap te geven van ja, die verschillen zijn oké, en dus ook op school ruimte te maken voor die verschillen. Mm. Ik wil nog even terugkomen op het voorbeeldje dat je daarnet gaf van je spreekt al goed Nederlands, hè, het compliment in feite. Nog zo eentje zou kunnen zijn van iemand met Afrikaanse roots, ja, die kunnen allemaal, hè, die kunnen keigoed dansen. Nog zoiets denk ik wat vaak gegeven wordt als compliment. Ja. Is het dan überhaupt een probleem als je dat als kind hoort, als kind met een migratieachtergrond, en jij vat dat echt gewoon ook op als een compliment? Is het dan nodig dat iemand anders zegt van, dat is wel racistisch wat die persoon daar tegen jou zegt? Wel, positieve stereotypen zoals bijvoorbeeld Afrikanen kunnen goed dansen, die zijn eigenlijk heel verraderlijk. Omdat ze positief klinken, zijn we geneigd om ze sneller aan te nemen. Ook mensen nemen die heel snel ook over zichzelf aan. Van ja, inderdaad, wij Afrikanen zijn goed in dans en in sport. Het verraderlijke eraan is dat ze vaak wel samengaan met negatieve stereotypen. Je bent wel goed in sport, maar voor de les dat is iets minder. En ook dat je geneigd bent om eigenlijk je toekomstperspectieven te vernauwen daardoor. Van ja, wij zijn alleen nog maar daarin goed, dus ja, als ik geen atleet word of danser, dan is het niks meer. Je gaat ook eigenlijk individuele verdiensten, individueel talent, individuele inspanning daar een stukje mee wegkomen. Ben je fantastisch goede danser, dan is dat gewoon door je Afrikaans bloed en niet omdat je gewoon individueel talent hebt, gewerkt hebt, je inspant. Hè. En dus in die zin zijn die positieve stereotypen heel verraderlijk en is het toch wel belangrijk om daar tegenin te gaan. En bijvoorbeeld als iemand dat zegt, ja, je moet daar geen grote racisme-debat over openen, maar wel een stuk terug de focus leggen op dat individueel kind, zijn individueel talent, zijn individuele inspanning en dat determinisme van dat komt door je afkomst, dat er een stukje terug uit het gesprek halen. Wat zijn typische reacties die eigenlijk niet zo goed zijn, maar die slachtoffers van racisme toch vaak hanteren? Nou, er zijn zo'n viertal strategieën die mensen die met racisme te maken hebben eigenlijk heel veel toepassen, maar die toch wel een aantal risico's hebben. Eén daarvan noem ik de oogkleppen opzetten. Dat is eigenlijk gewoon doen alsof dat er niets is gebeurd, het negeren, het wegduwen. En veel mensen denken dat ze op die manier eigenlijk die negatieve gevoelens die met racisme te maken hebben kunnen oplossen.
Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het onderzoek blijkt zelfs dat de psychische wonden groter zijn als je die gevoelens helemaal gaat wegdrukken. Omdat zich dat eigenlijk een beetje opstapelt dan ofzo? Ja, het stapelt zich op. Het blijft van binnen zitten. Je gaat er eigenlijk niet mee aan de slag. Die kwetsuren blijven op een andere manier etteren. Dat is er ene. Die wordt ook wel vanuit de samenleving vaak gepromoot. Je moet daar boven staan, besteed daar geen aandacht aan, blijf daar niet in hangen. Maar dat is toch een gevaarlijke, waar je moet beseffen van, nee, je moet er wel, daarom dat ik ook de term slachtoffercultuur gebruik, een beetje als boutade, van ja, je moet wel even stilstaan bij dat slachtofferschap voor je het kan overstijgen vanuit veerkracht. Dus die oogkleppen zijn een toch wel een contraproductieve strategie. Een andere strategie is de chameleonstrategie, noem ik dat. En dat is eigenlijk je verschillen proberen te verstoppen. Om erbij te horen ga je proberen vooral te zijn zoals alle anderen. En alles wat je een beetje anders maakt, wegstoppen. Dat zit soms in kleine dingen. Krullen die moeten absoluut gestyled worden. Maar het zit soms ook in grotere dingen. Bijvoorbeeld kinderen die niet meer willen gezien worden met een ouder, omdat hun moeder bijvoorbeeld een hoofddoek draagt of typische kledij draagt uit het land van herkomst. En dan zie je eigenlijk dat kinderen gaan proberen om hun ouders weg te stoppen, zodanig dat medeleerlingen of de school hen niet ziet. Ook dat is wel een strategie die vaak wordt gepromoot, in de zin van, ja, pas u aan en dan heb je geen problemen meer. Maar ook daar zit er wel een zware keerzijde aan de medaille, dat je eigenlijk gewoon het gevoel hebt van, ik mag hier niet mezelf zijn. U schamen om wie je bent, om uw afkomst, is geen goed recept voor een goed zelfbeeld. Dus dat is de chameleonstrategie. Dan heb je nog de overdrijfstrategie. En dat betekent eigenlijk dat je vanuit de stelling van jij zal dat wel niet kunnen omwille van je afkomst, jij bent minder waard, dat je zoiets hebt van wacht eens even, ik zal hier wel bewijzen wat ik kan. Ik kan evenveel als een ander en misschien zelfs meer. En je gaat daar eigenlijk proberen die vernedering om te bouwen tot een extreem grote motivatie. Vaak zie je ook dat die kinderen heel goede resultaten gaan halen op school. Ze gaan daar dus ook gewaardeerd worden door leerkrachten voor die strategie. Maar ook daar zit er wel een gevaarlijk kantje. En dat is eigenlijk dat die lat altijd maar hoger komt te liggen. Dat er komt dan perfectionisme bij kijken, faalangst. En dus ook wel heel veel stress. Wat doe je dan best als je dat als leerkracht merkt dat zo'n kind zichzelf te veel probeert te bewijzen? Goh, ik denk dat je daar dan best mee omgaat door telkens weer te benadrukken van dat goed ook goed genoeg is. En vooral, ja, ik denk die basis van die kwetsuren. Kinderen moeten gewoon het gevoel hebben dat ze ook goed genoeg zijn, gewoon zoals ze zijn. En dat ze zich niet per se hoeven te bewijzen om een plekje te verdienen onder de zon, bij wijze van spreken. Ja. Dan een vierde en laatste strategie, zal ik het maar noemen, van slachtoffers van racisme, is dat ze in de aanval gaan. Ja, je krijgt een strategie om bijvoorbeeld om kwetsuren eigenlijk te gaan voorkomen. Om te voorkomen dat je aangevallen wordt, is dat je eigenlijk al proactief zelf in de aanval gaat. Dat is ook een strategie die je soms ziet in situaties van pesten. De aanval is de beste verdediging, zegt men dan. En dat is natuurlijk ook een heel slechte strategie. Ten eerste omdat als je iemand aanvalt, is dat niet goed voor die persoon. Kan je die persoon zijn integriteit gaan schenden. Maar ook voor jezelf. En een dynamiek die we daar bijvoorbeeld vaak zien op de speelplaats, maar ook op het voetbalplein, is twee kinderen hebben een ruzie. Mm-hmm. Het ene kind gaat op een bepaald moment een racistische boodschap zeggen aan het andere kind. En het andere kind slaat erop. En wat krijg je dan? Natuurlijk, het is het kind dat fysiek geweld gebruikt, dat wordt gestraft. Maar die andere, die zijn racistische boodschap, die is niet bestraft of niet voldoende bestraft. En dat is niet rechtvaardig. En dat gaat nog het gevoel versterken van er zijn hier twee maten, twee gewichten. En in die zin is het belangrijk dat scholen ook nadenken over hun beleid rond sancties. Dat je de grens niet puur legt alleen op verbaal versus fysiek, maar dat je een haatcomponent in het verbale zeker ook meetelt. Dat je uitdagen ook meetelt. En dat je ook afspraken maakt, want vaak zeggen leerkrachten dan, ik was daar niet bij, ik heb het niet gehoord, ik heb alleen dat gezien. Maar dat je dat toch bespreekbaar maakt, omdat racistische praat weegt ook gewoon zwaarder, vind ik. Haatspraak weegt ook gewoon zwaarder dan gewone woordenwisseling tussen leerlingen. Ja. Het is een soort van racismewijsheid, hè, die leerkrachten en scholen ook moeten ontwikkelen, maar die ze ook aan leerlingen moeten
ja. aanleren. Hè? Ja. Hoe kan je dat doen? Wel, racismewijsheid ontwikkelen is best wel een uitdaging. Mm-hmm. Ik denk dat voor vandaag veel leerkrachten ook wat terugdeinzen om racisme bespreekbaar te maken, omdat ze zichzelf niet zo comfortabel voelen bij dat onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk dat ze zelf als leerkracht ook voeling hebben daarmee van wanneer is er iets racistisch of problematisch, hoe reageer ik daarop? En dat ze dat inderdaad ook aan leerlingen kunnen meegeven. Dat ze dat thema bespreekbaar maken van bijvoorbeeld je leest iets in een handboek en dat je dan zoiets hebt van allee, dat staat hier nu toch wel gek. Hè? Dat even benoemen maakt u eigenlijk veel weerbaarder om dat niet in u op te nemen. Hè? Zeg je dan van je mag dat echt in de klas dan benoemen als je in het handboek of in het werkboek zoiets tegenkomt? Kan je dat echt naar de kinderen toe op die manier gaan uitleggen van kijk, eigenlijk is dit niet zo oké wat hier staat? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat je daarmee ook een boodschap geeft aan heel de klas. Hè? Van kijk, ik geef in het boek ook een voorbeeld van een aardrijkskunde handboek waar er echt staat van ja, in het straatbeeld, in de stedelijke context heb je migranten met een andere cultuur en een andere klederdracht. Ja, ik denk dat je zowel in een witte klas als in een diverse klas even mag zeggen van tja, dat is wel vreemd hoe dat hier staat. Hè. Iedereen is anders, iedereen is verschillend. Het is niet zo dat je de normalen hebt en de anderen. Maar je hoeft daar ook geen hele klasdiscussie aan te wijden, maar daar gewoon even de aandacht op vestigen. Maak je leerlingen zelf ook kritischer. Hè. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Maar dat is ook iets, denk ik, waar dat leerkrachten wel meer tools nodig gaan hebben van hoe herken je dat, hoe bespreek je dat, hoe benoem je dat. Wat doe je als er heel wat emoties naar boven komen? Want je ziet ook wel vaak, naarmate dat kinderen ouder worden, dat racisme daar ook heel beladen is, bij de verschillende kinderen. Ja, dat maakt de test te belangrijker om dat gesprek aan te gaan. Maar spijtig genoeg zie je dan leerkrachten nog meer terugdeinzen van oeh, als ik dat ga doen, dan gooi ik de knuppel in het hoenderhok en weet ik niet wat er gebeurt. En dat is heel jammer, want het is net ook, als het zo emotioneel beladen is, dat de klas een veilige context zou moeten zijn om dat te bespreken en daar ook kritisch samen over te reflecteren. Ja. Ja. En hoe kan je dan proactief kinderen en jongeren met een migratiegrond dan wapenen, zal ik maar zeggen, tegen mogelijk racistische uitspraken? Of hoe ze daarmee moeten omgaan? Hoe kan je dat op een proactieve manier doen? Wel, je kan proactief werken aan veerkracht door en inderdaad een soort kritisch bewustzijn over racisme mee te geven en over subtiele racistische boodschappen, zodanig dat ze die niet zomaar klakkeloos in zich opnemen. Je kan weerbaarder maken door ook plaats te maken voor die positieve identiteitsontwikkeling. Hè. En dat kan zich vertalen bijvoorbeeld in je beleid rond omgaan met thuistalen. Hè. Vaak zie je dat scholen vanuit goede bedoelingen rond Nederlands leren een vrij repressief beleid hebben tegenover thuistalen. Maar dat maakt ook weer dat je die identiteit eigenlijk buiten de school gooit. Dus je kan daar zien. Omdat je ook zegt van jouw thuistaal. Thuistaal is niet oké, okay, is slecht. Ja. En dus je kan ook zien, dan, hoe kunnen we voldoende openheid hebben rond thuistaal, bijvoorbeeld op school, hoe ga je om met levensbeschouwing, dat soort dingen, zijn heel belangrijk. En een derde aspect is gewoon dat kinderen, jongeren weten dat ze gesteund worden. Hè. Mm. Dus als er iets lastig wordt gezegd, in de school of buiten de school, dat je als leerkracht niet alleen reageert naar de persoon die de uitspraak doet, maar ook echt aan de kinderen die ermee te maken hebben, die erkenning geeft van, dat is wel lastig hè, om dat te horen, dat komt wel hard aan. Hè. Dat ze zoiets hebben van, ah ja, dat is waar. Hè? Ja. Er zijn mensen die mij daarin ook begrijpen. Steun krijgen uit je omgeving blijft op alle domeinen een enorm belangrijke bron van veerkracht. Dat is die veilige plek ook die de school dan moet zijn voor ja, die kinderen. Hè? Inderdaad. Ja. Dat kan nog, op vlak van racisme kan de school voor veel kinderen nog veel meer dan nu een veilige plek zijn. Ja. Naima Sharkawi, mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank je wel.